Om precies 9 uur is er de eerste exit poll. D66, 19. Als dit waarheid wordt, is het de één na beste uitslag ooit voor D66. En dan zou natuurlijk het dak er hier in de strandtent echt afgaan. Naast de jubelstemming is er toch ook verbazing over het pak slaag voor de PvdA. Ja, dat voelt voor mij niet helemaal goed. Ik denk dat zij te veel zijn afgestraft voor het kabinetsbeleid. Als je kijkt naar de verlies van de VVD, wat toch vrij matig is. Maar ja, de kiezer is hard blijkbaar. De kiezer is toch ook hard voor de SP die in Theater aan het Spui bijeenkomt. Verliest, terwijl niemand daarop had gerekend. En dat wordt ook eerlijk toegegeven. Had ik gehoopt op meer? Ja. Ben ik trots op ons? Ja. Maar er is ook een positieve kant. De SP stond er weken geleden in de peilingen veel slechter voor. We komen van ver. En natuurlijk had ik graag nog veel meer zetels gehad. Maar ik denk dat we niet ontevreden moeten zijn.